Hoe winstgevend moet de wetenschap zijn? Vandaag lezen we over een van de grootste Nederlandse wetenschappers, Antonie van Leeuwenhoek. Nederland moet investeren in kennis en innovatie. Het lijkt inmiddels een grijs gedraaide plaat waar niemand het ook mee oneens is. Nederland moet in de top 5 van beste kennislanden komen. De regering kiest ervoor om vooral te investeren in die kennis, die innovatie die heel snel geld terug kan verdienen en snel kan worden gebruikt door het bedrijfsleven. Maar is dat nou verstandig? Nederland heeft een mooie geschiedenis in de wetenschap. We hebben veel Nobelprijswinnaars gehad en in het verleden ook mensen als Huygens en Antonie van Leeuwenhoek. Van Leeuwenhoek woonde in Delft, was rijk en had alle tijd en geld om zich te storten op de wetenschap, op fundamentele wetenschap. Hij maakte zeer sterke microscopen en deed wereldschokkende ontdekkingen. Over voortplanting bijvoorbeeld. In Van Leeuwenhoek's tijd werd nog serieus beweerd dat sommige dieren spontaan konden ontstaan. Wormen bijvoorbeeld kwamen gewoon voort uit modder, werd beweerd. Er was zelfs een recept voor het maken van muizen. Het recept was als volgt. Neem een vies hemd en wat graan, doe ze in een pot, laat het een paar weken fermenteren en hup, er komen vanzelf muizen uitwandelen. Wetenschappers kwamen erachter dat zoogdieren toch een beetje anders tot stand kwamen. Het vrouwelijk eitje werd ontdekt en Antonie van Leeuwenhoek zag onder zijn microscoop als eerste ter wereld spermazoïden. Hij kwam erachter dat ook andere zoogdieren op die wijze zich voortplanten. Hij ontdekte meer, bacteriën bijvoorbeeld, waarvan hij vaststelde dat mensen er ziek van konden worden. Hij schreef hierover uitgebreide brieven aan de Royal Society in Londen, waar hij grote faam verwierf. En over zijn ontdekking van de rode bloedlichaampjes en wetenschappelijke bevindingen rond de bloedsomloop schreef hij: in een nagelgrootte van onze huid geschieden wel 1000 omlopen van bloed. Dat zag hij allemaal. Fundamentele wetenschap. Hij tuurde eindeloos door die microscoop en zei zich eigenlijk nooit druk te maken over de vraag of het wel zinvol was wat hij ontdekte. Of dat het misschien te veel tijd nam. En die academische nieuwsgierigheid van Leeuwenhoek heeft ons veel kennis gebracht waar we pas soms honderden jaren later baat bij bleken te hebben. En dat legt precies mijn probleem met de plannen van het kabinet bloot. Het is natuurlijk heel goed dat het bedrijfsleven en de wetenschap meer samenwerken. Maar we moeten die fundamentele wetenschap, die niet meteen oplossingen biedt, daarin niet uit het oog verliezen. Nieuw onderzoek naar ingewikkelde natuurkundige en scheikundige processen, maar ook geestes- en maatschappijwetenschappen, blijft nodig. Uiteindelijk zal juist het bedrijfsleven baat hebben bij dat onderzoek. Voor een sterke kenniseconomie is kwetsbare nieuwsgierigheid nodig. De wereldschokkende fundamentele wetenschap van Antonie van Leeuwenhoek. Wat hebben we er veel aan gehad? Ik wens u een vrijzinnige week.